Ruim 300 Nigerianen hebben op dinsdag 21 december grondbeschikkingen in ontvangst mogen nemen. Speciaal voor deze gelegenheid waren president Chandrika Persat Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Dinauta Forstwijk naar het district afgereisd. Het staatshoofd gaf aan dat de regering een inhaalslag zal maken voor wat betreft het uitreiken van grondpapieren. Wij zullen samen moeten werken aan het verder opbouwen van dit land, aan de verdere opbouw en ontwikkeling van het district Nikeri. Zonder grond is er geen welvaart. De minister heeft u het een en ander uitgelegd over wat u moet doen als u uw beschikking in handen hebt. Volgt u die richtlijnen. Wij proberen te voorzien in de behoefte van een stuk grond voor bebouwing en bewoning, voor productiedoeleinden of sociale doeleinden. Feit is, de regering komt haar verkiezingsbelofte na. De regering doet wat zij beloofd heeft, namelijk voor elk Surinamer een stuk perceel. Ik wens u veel succes toe en maak er iets moois van. En het jaar 2022 wordt het jaar van aanpakken, resultaten neerzetten. En dan kom ik nu bij het vraagstuk waarvoor jullie allemaal hier zijn. Grondoi. Voor wat betreft grondbeleid hebben wij als regering beslist dat elke Surinamer aanspraak maakt op een stukje grond. En iedereen vanaf de leeftijd van 21 jaar mag zich registreren digitaal. En ik hoop dat jullie al begonnen zijn om te registreren. En van de minister van GBB heb ik begrepen dat aantal registratie ver boven de 50.000 nu is. Van personen die een stukje grond nodig hebben. Houd het vast. Tweede is, we hebben nu in alle districten grond geïdentificeerd. Alle districten. Gronden die toebehoren aan de staat. En we hebben de regering stop. Vicepresident Nami afgelopen weekend, Oostdorf-VP, 5 uur, 6 uur lang Oostdorf. Walotori, en een van de zaken is, komende week gaan we starten in de regeringstop, in een coalitie en de regering, om alle gronden te presenteren. En dan gaan we beslissen, een grond is die gelet op, een karakter voor een groepade is bestemd voor landbouw. Een grond is die is bestemd voor woningbouw. Een grond is die is bestemd voor tuinbouw. Een grond dat die bestemd voor speeltuin, parken. Dat gaan we allemaal beslissen en dan gaan we de aantallen beslissen. Vierkante meter. En we gaan dat verdelen en dat gaat ook in Nikeri gebeuren. Iedereen gaat een stukje grond krijgen. Ook u bent opgeroepen vandaag om uw beschikking vandaag in ontvangst te nemen. Hoe voelt u zich? Ik voel me echt goed, hè, want ik heb te lang gewacht. Ik heb te lang gewacht. 35 jaar lang moest ik wachten voordat ik het heb gehad. Ja, en ik voel me echt goed vandaag. Want die hele tijd lag ik s'avonds en ik kon niet slapen. Hè, want je dacht, soms kan iemand anders komen en zeggen dat perceel is van mij. Okay, daarop was ik echt bang. Maar voor de rest, nu voel ik me heel anders. S'avonds ga ik beter slapen. Ik wacht sinds 2012 en ik moest bijna elke week naar grondzaken, dus nu pas, juist daar ik nu niet ga, daar hebben ze me laten roepen. Dus ik ben erg blij. 5-4-0-0. 4-0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 -
het hoofdstel van Kimi van Baskeking. Ik heb het ook zorgen voor mijn robben. Ja? Ja, Betty. Om een jaar je wacht ik bij papa beschikken? Lange, Betty. Ik ben een jongen. Ik ben een jongen.